Vandaag hebben we vanuit het programma gezorgd dat hier een stand tot stand is gekomen. Waar allerlei ondernemers ook mogen komen staan om hun producten, waar ze heel hard aan het werk zijn, om die ook bekend te maken onder het bredere publiek. Mensen die hier vooral op afkomen zijn mensen ook die geïnteresseerd zijn, juist ook in agrofood en de combinatie met agrofood en high-tech. Het is heel fijn voor ondernemers om op deze manier ook hun producten al onder de aandacht te kunnen brengen. Door dat nu hier al te kunnen laten zien, hopen ze ook weer in contact te komen met andere mensen. Maar ook misschien nieuwe ideeën op te doen door andere mensen te kunnen spreken. En op deze manier ook verder te kunnen komen met hun product. Hierachter zie je een opstelling met een wat wij dan met een farmbot noemen. Dat is een nieuw soort machine waarmee mensen zelf in eerste instantie hun eigen tuin kunnen beheren. Dus een volkstuintje of een groentetuin. Blijkbaar vallen we toch wel een beetje op met dat mooie product, die theeplant. En daarin worden we dus wel ondersteund. Dat we dus vandaag hier mogen staan en ons zelf mogen presenteren met Tea by Me. We zijn zeker op zoek naar mensen die wel oren naar hebben om bijvoorbeeld een plantage aan te planten. Want het kan hier gewoon in Nederland, in België of elders in Europa. En dan ga zelf die thee produceren. Door eigenlijk zelf te experimenteren en te onderzoeken, blijft lesstof veel beter beklijven. En als landbouwkundig ingenieur dacht ik, dan gaan we dat natuurlijk met plantjes doen. En dat blijkt razend goed te werken. Waar we mee bezig zijn, dat wordt vrij goed omarmd. Het is natuurlijk een vrij aaibaar product wat we aanbieden. De provincie Noord-Brabant in dit geval heeft ons uitgenodigd om ook hier op dit evenement te laten zien wat we doen. Er is ook een congres aangekoppeld waar allerlei sprekers komen. Vooral ook op het gebied wat de crossover, agrofood en high-tech. Daar gebeurt heel veel op dit moment, ook wereldwijd. We zijn uiteraard niet de enige. Het is wel zo dat het Brabant een hele belangrijke partner hierin is, omdat heel veel dingen samenkomen in Brabant. Agrofood, maar ook economie zijn twee hele belangrijke sectoren voor Brabant. En juist door deze bij elkaar te brengen, hopen wij ook vanuit de provincie dat we hier heel veel effort op krijgen. Dus veel initiatieven die ook tot stand kunnen komen. En op deze manier ook zorgen dat de hele sector verder gaat groeien en verder gebracht wordt. Het verkorten van de keten tussen consument en producent, die denk ik heel belangrijk is voor het verduurzamen van onze voedselproductie. Die is niet van de een op de andere dag gedaan. Dat is een proces wat een aantal jaren in beslag gaat nemen. En als we dat goed willen doen, dan hebben we heel veel instellingen, overheidsgerelateerde instellingen nodig. Dat kun je als bedrijf is het eigenlijk niet te betalen om die allemaal in te huren. Dus daar heb je gewoon een provincie voor nodig die dat belang ondersteunt op een goede manier voordraagt. En tot nu toe doen ze dat heel prettig. Dat we weer een geweldig podium hebben met geweldige andere bedrijven om ons heen. En, natuurlijk de endorsement, hè, dat de provincie achter ons staat en dat we laten zien. Dat is voor ons heel veel waard.